Hey, welkom bij dit filmpje van Kind en Gezin rond peuterpuberteit. We weten dat dit een heel pittige periode is voor veel ouders, dus in deze video wil ik 5 puntjes aanhalen die het misschien wat draaglijker gaan maken voor jullie. Punt 1 is dat je in die periode soms andere dingen aan je hoofd hebt, zoals stress rond het werk, in je relatie, en dat het niet altijd even gemakkelijk is om elke dag heel goed alle opvoedkundige tips toe te passen. Dat is heel normaal. We zijn maar mensen en we mogen mild zijn voor onszelf. Soms lukt het niet en dat is ook oké. We doen ons best, dat is voldoende. Puntje 2 is dat we soms zo gaan denken van hey, wat is dat met mijn kind? Die is mij zo hard aan het pesten en aan het testen en het bloed van onder mijn nagels aan het uithalen. Dat zijn eigenlijk uw gedachten, hè, van wat uw kindje aan het doen is. Maar op zich moet je gaan nadenken, helpt dat eigenlijk om zo te denken? Misschien is het beter om eens te gaan zien van mijn kind is mij hier iets aan het duidelijk maken. Dat gedrag wil iets zeggen. Wat zou daar kunnen onder zitten? Wat wil het eigenlijk? Wat heeft het nodig, mijn kindje? Dus ze gaan sowieso heel hard testen in die periode, want het is ook belangrijk dat ze weten waar de grenzen liggen en dat je die dan ook aangeeft, maar echt pesten, dat gaan ze niet doen nu. Puntje 3 is dat het heel normaal is dat ze niet luisteren op die leeftijd. Ze zijn net aan het ontdekken dat ze hun eigen wil hebben en dus ook soms nee kunnen zeggen of niet kunnen luisteren. Wat kun je dan doen om ze wel te laten luisteren? Dat ze dicht bij je kindje gaan gaan, vragen om in de oogjes te kijken en een heel duidelijke boodschap te geven. En ook zo wat inspraak geven op bepaalde zaken helpt ook. Hè, dat je een goede verhouding krijgt met je kindje en niet alles voor hen gaat bepalen. Zeker als het gaat over de eigen lijfzaken, dat is zindelijkheid, slapen en eten. Is het belangrijk dat zij zelf gaan bepalen, want als je daar in de strijd gaat, het is choose your battles, daar kan je, die kan je niet winnen. Wat kan je dan doen? Gaan kijken wat heeft mijn kindje nodig, de dingen die je belangrijk vindt herhalen. Als ze dingen doen die je niet fijn vindt als ze doen, iets anders gaan aanbieden en als je nee zegt tegen je kindje, ook altijd gaan zeggen wat wel mag. Wat ook heel belangrijk is en ook wel een belangrijke om te beseffen in deze periode, is dat ze hun geweten nog aan het vormen zijn. Dus sommige ouders hebben zoiets van, ik heb het al 1000 keer gezegd, maar als ik mijn rug draai, dan doet het me toch. Dat is normaal. Eerst leren kindjes dat het niet mag als je kijkt en dan pas leren ze dat het niet mag, ook niet mag als je niet kijkt. Punt 4. Sommige kinderen in deze periode gaan ook bijten en gaan slaan. Dat is ook heel normaal gedrag, maar het is belangrijk om daar op een juiste manier mee om te gaan. De basis is, hoe gek dat ook klinkt, is van ervan uitgaan dat je een geweldig kind hebt en dat je die eigenlijk gaat moeten begeleiden in hoe kan je die het juiste gedrag op het juiste moment aanleren. Een alternatief aanbieden is daarom belangrijk. Je mag niet slaan, maar je mag wel aaikjes geven bijvoorbeeld. Heel enthousiast zijn over de zaken die ze goed doen, maar ook de grenzen aangeven en daar niet in vraag stellen en daar ook heel consequent mee omgaan. Ook als je boos bent op hen, is in de ogen kijken een hele belangrijke. Dan komt de boodschap goed binnen. Sommige ouders zeggen ook van, ik zet hem altijd in de hoek, hij komt er ook uit. Je hoeft ze niet bepaalde minuten in de hoek te zetten. Het belangrijkste is dat je, als je dat doet, dat je gewoon gaat vragen, kan je flink zijn als je kindje dan zegt, dat het gaat flink zijn, mag het terug gaan spelen. En dan komen we bij het laatste, meest pittige van alle puntjes, de driftbui. Die soms op de meest onvoorspelbare momenten naar boven komt in de winkel. We kennen het allemaal. Laten we daar eerst over zeggen dat dat heel normaal gedrag is op die leeftijd. Ik zal ook vertellen waarom. Kindjes op die leeftijd beseffen van, ah ja, oké, mijn mama of papa voelt niet alles wat ik voel. Dus voelen zich opeens in die emotie helemaal overrompeld. En vandaar verliezen die ook helemaal de controle over zichzelf. En die emotie moet eruit. En als je er zo naar kijkt, dan gaan we dus niet meer gaan zien naar een kind van, ah, dat is een moeilijk kind. Als dat opeens op de grond ligt en begint te stampen en te schreeuwen, dan gaan we zien van, oei, die wordt zo overspoeld door die emotie. Wat kan ik nu gaan doen om te helpen? En wat je kan doen is in de buurt blijven. Sommige kindjes hebben graag dat je hen vasthoudt. Sommige kindjes hebben graag dat je in de buurt bent, maar gewoon even
afwacht en af en toe een keer gaat vragen van is het al oké nu, mag ik u vasthouden? Nadien is het belangrijk om uw kindje te gaan troosten en ook taal te geven, want dat is eigenlijk wat we willen leren. Dat we gaan vertellen aan het kindje van ik denk dat je daarom en daarom boos was geworden, dat het kind in de toekomst kan zeggen mama ik ben boos of mama ik ben verdrietig en niet meer zo die explosie moet hebben. Extra tip is als we andere mensen zien wiens kind ook zo'n drift bij heeft, dat we daar vriendelijk naar glimlachen, zodat we allemaal wel leren mild om te gaan met die situaties. Dat waren mijn 5 tips. Dit is een kort filmpje. Ik ga op het geheel langer in een uitgebreider filmpje dat je hier ook op dit kanaal kan terugvinden.